Lieve mensen, een heel hartelijk welkom weer op de bemoedigingssite. En ik mag het weer uitspreken in de naam van de Heer Jezus. Hij die het licht van ons leven is, die de tederheid, de liefde in ons leven brengt. En daarmee met zijn tederheid en zijn liefde voor jou en voor mij ons leven omhult. Al zo lief heeft God de wereld. Heeft God ook jou en heeft hij ook mij. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Om ons te redden en om met ons in contact te komen. En dan wil ik met je het hebben over een emotie waar ik soms ook wel eens last van heb. En dat is boosheid. Ik weet niet of jij dat hebt en kent. Maar boosheid. Boosheid en verbittering. Het kan zoveel in je leven doen. En van verbittering verbeter je niet. Verbittering maakt je een bitter mens, een boos mens, een afgesneden mens. Een mens die bedrukt lijkt te zijn en onder iets komt te liggen wat een stuk onvrijheid teweeg brengt. Als ik boos ben, ben ik nooit erg gelukkig. Ben ik nooit erg ontspannen. En het lijkt soms ook alsof mijn keel wordt dichtgeknepen door de boosheid die ergens zo hier binnen in me aan het borrelen is. En dat je bijna niet je boosheid kunt uiten. En als de Heer zijn invloed aanwendt in ons leven, en waar die boosheid nou maar vandaan komt en wat ook de oorzaak is. Hij gaat het niet wegnemen doordat hij zegt, nou dan ga ik even voor je oplossen. Ik sta helemaal aan jouw kant. Zullen ze ze even krijgen? Hij lost het ook niet op. Doordat hij tegen je zegt, doe jij eens wat minder boos. Ga eens even wat vriendelijker kijken. Het gedrag van je aanpassen. Van, we kunnen alleen maar samen vrienden zijn als jij je boosheid verandert. Nee, de Heer komt met iets en ik heb dat zelf al een verschillende keren in mijn leven meegemaakt. En daarom hou ik ook zo van dat lied uit de opwekking. Uw tederheid genas wat er bitter in mij was. Uw liefde overwon. Hij draaide al mijn boosheid om. Uw heil neem ik aan, o Heer. Het is iets, God zet een kracht in en dat mag je aannemen. En die kracht is in staat om jouw boosheid helemaal om te draaien. En wat is die kracht dan? Dat is de eindeloze liefde en tederheid van de Heer, waarmee hij jou als een boos, gefrustreerd mens omarmt. Hij komt met liefde. Hij gooit er zijn armen omheen en zijn tederheid omheen. Hij komt naar ons toe met een andere kracht dan die roerende boosheid die in onze ziel aan de gang is. En die kracht van de Heer, als je dat aandurft te nemen als heil van hem over je leven, dan ga je dat meemaken dat de boosheid omgedraaid wordt en wegvalt en wegzakt in iets wat veel minder boos is of wat helemaal niet meer boos is. Wat het gevoel krijgt, ach, ik heb een Heer die mij begrijpt en die mij kent en die mij lief heeft. En dat is mij veel meer waard dan mijn zinnen zetten op de reden waarom dat ik nou zo boos ben. Het maakt me beter. Ja, de liefde en de tederheid van de Heer overwint mijn boosheid en verbetert de situatie voor mij op dat moment. Ik wil dit met je delen. En ik wil dit delen omdat ik het zo in mijn leven beleef. Ik wil het,
Ik wil je niet iets verkopen als ware wat ik niet ken in mijn leven. Of je iets voorhouden van, oh, pas op, je mag niet boos zijn. Maar boosheid verbetert ons leven niet. Het heil van de Heer die overwinnen kan in ons leven, dat verbetert mijn leven en geeft me ruimte en weer vrede en brengt me sterker in mijn schoenen terug dan wat ooit de emotie van boosheid kan bijdragen aan een gelukkig leven. Mag de Heer je zegenen met deze gedachten en je bevrijden.